Yo mensen van Wesky Games, welkom bij weer een nieuwe video op mijn kanaal. Dit is een hele tijd geleden dat ik... voor mij is dit een hele tijd geleden dat ik iets heb geüpload op Wesky Games en zelf iets heb opgenomen. Dat komt omdat ik 2 weken op vakantie ben geweest. Ik ben gewoon hier in Nederland gebleven. Ik was bij Eurocamping Vessum bij Eindhoven. Het was super gezellig, echt super leuke mensen ontmoet. Volgend jaar ga ik weer met die mensen daarheen. Ja, echt super gezellig, echt super vet. We staan hier nu dus in Hyvar. En ik heb net echt een hele grote blooper gemaakt. Ik heb dit toen net ook al helemaal opgenomen. Maar ja, toen stopte mijn fraps er opeens mee, zonder dat ik het wist. Dus toen heb ik 20 minuten tegen niks lopen praten. Echt, wauw, echt bedankt fraps. Ik hou van je, echt. Nee, fuck jou. Maar ik moet dus alles weer opnieuw doen. Ik heb dit dus net ook allemaal al uitgelegd wat het allemaal is. Waar het op neerkomt is dat oude span werd lelijk of werd vast vervelend en kut. De huisjes die erbij stonden waren ook van YouTube, kan ik heel eerlijk over zijn. Dat wisten wij niet hoor. We staan hier dus nu in een nieuwe span. Want we hebben gisteren dus de hele oude span weggehaald. Het was echt kutwerk, we hebben TNT gebruikt. Toen hebben we er echt een paar uur over gedaan ofzo. Er zijn super veel mensen opgeblazen. Ik heb Mano nog opgeblazen, een andere hertog van Hyvar. Echt super grappig. Maar we staan hier dus in onze span. En ik ga even een rondleiding geven door de span. Ik moet trouwens wel even op mijn fraps blijven letten steeds jongens. Want ja, net viel die uit en dat wil ik niet nog eens. Dus dan kan ik meteen even stoppen en dan kan ik hem opnieuw aanzetten, weet je wel. Dus dan kan ik het gewoon in elkaar schuiven. Wat moet je? Als je dus rechtdoor loopt als je spant. Dan kom je dus als eerst uit bij... Wacht, dit is... dan kom je als eerst uit bij de hertogenopslag hier. Daar is niet veel te zien. Dat kan ik dadelijk nog wel heen gaan misschien. Dit is de bar. Dus als jij AFK wil gaan. Dan je staat in de weg. Als jij dus even AFK wil staan. Of je moet ergens heen. Dan kun je bijvoorbeeld hier gaan staan. Ja, waar moet ik hier nou mee? Weg jij. En eten weg. Ja, nice man. maar dit is dus de bar. Als je AFK wil staan, dan kun jij hier gaan staan. Of je log gewoon uit. Maar als je dus online wil blijven, kun je hier gaan staan. Dat is wel gezellig. Alleen de open haard is uit, dus dat is een beetje jammer. Hier is dan nog deze hertogenopslag. Dit was een plek waar we villagers zouden neer gaan zetten. Maar omdat spelers villagers dood kunnen slaan, hebben we dat toch maar niet gedaan. En gaan we voor deze kamer nog een andere hoe noem je dat? Functie zoeken. We hebben als idee bedacht om met die villagers wat te doen, zodat spelers ze ook kunnen gebruiken. Want wij laten spelers ze niet gewoon gebruiken, weet je wel. Want we willen niet dat ze doodgaan. Maar wat we dus hebben bedacht is dat we een soort van winkel gaan bouwen in hieronder. Want hierboven zit de spawn hoor. Het is niet dat dit het is, maar dit is gewoon onder de grond. Maar in ieder geval waar het spawnpoint staat. Wat ons idee was is dat we een shop gaan bouwen. Hieronder. En dan kun je daar... spullen kopen. Wij hangen wel signs op met alles wat je kan krijgen uit die villagers. En dan gaan wij, of dan kun jij daarheen komen. Dan kun je ons roepen. En dan vraag je ons, of zeg je tegen ons wat je wil. Dan gaan wij het voor jou traden. En dan geef jij ons daar weer diamonds voor. En dan maken wij daar ook wat winst uit. Want Hyvar is over het algemeen arm. Dat kan ik je wel laten zien hoor. Moet ik naar de hertogenopslag. Die zie je zo. Trouwens, mobs staan weer aan in Kingdom. Dus niet schrikken dat ik die veer weggooi. Want we kunnen nou gewoon van skeletons ook arrows krijgen. Oh, en ik word allemaal getweet. Ik weet niet of jullie dat horen. Even mijn mobiel op zacht zetten. Oh, daar staat hij al. Maar ik heb net getweet dus dat ik die faal heb gemaakt. Over dat ik een half uur tegen niks heb lopen praten. Maar ja, daar wordt allemaal op gereageerd natuurlijk. Even kijken. Diamonds. Dit zijn onze diamonds. En jullie denken natuurlijk, wow, fucking veel. Maar nee, dit is super weinig voor een kingdom. Want dit is eigenlijk wat wij gebruiken voor Hyvar zelf. En niet voor onszelf, weet je wel, qua hertogen. Als wij diamonds nodig hebben, dan gebruiken we het hier wel van. Maar dit gaat merendeel gewoon naar het kingdom, weet je wel. Voor tools, voor het bouwen. Voor als we bijvoorbeeld een project hebben en spelers moeten een berg weghalen. Dan worden van deze diamonds worden jullie pickaxe gemaakt. Het probleem echter is dat bijvoorbeeld Adamantium 12 stacks diamond blocks heeft. Dat heb ik gehoord hoor. Ik weet niet of het waar is, ik denk het wel. Maar die hebben dus 12 stacks. Dan hebben wij maar 3. Bijna nog niet eens 3 stacks. Met deze diamonds hebben wij 3 stacks. Iron hebben we weinig. Gold hebben we weinig. Want Talifia die heeft dus een anderhalve double chest vol met gold blocks. Echt wauw. Emeralds hebben we weinig. Redstone heeft iedereen veel natuurlijk. Lapis hebben we ook wel veel. En ook coal hebben we ook best wel weinig. Maar ja, Hyvar is dus arm. En daarom willen wij dus...
winst gaan maken uit die villagers. Dus niet gaan haten over dat wij gewoon gierig zijn en diamonds willen. Maar we willen gewoon dat wij gewoon dingen kunnen blijven doen met die diamonds. Dat ze niet opraken. Oh, ik heb de hik. Fucking hell. Volgens mij heb ik nu aan deze kant alles laten zien. Hier is de uitgang naar boven. Daar ga ik zo in. Je kan het hier volgens mij al een beetje zien. Ja. Daar is Mano nou druk mee bezig. Hier zijn de regels. Dus ook niet veel interessants. Meer de regels waar jij je aan hebt te houden als jij in IVA zit. Hier hebben wij onze donatie op, maar daar kun jij spullen in doneren. Oh shit, ik kan niet meer eten erin moeten gooien, want dat heb ik al zo weinig. Hier is de kamer van Manolies. Meer een kamer die we gewoon hadden neergezet, maar we weten niet wat we ermee doen. En hier is de enchanting table. En dat was eigenlijk wel alles wat we hieronder hebben. Wat heb ik nog allemaal? Niet veel interessants. Oké, maar dan gaan wij naar boven. Want hier, dit is dus onze nieuwe span. Of daar zijn we nog mee, druk mee bezig. Maar even kijken, ik kan het je wel laten zien. Zo, dit is dus een beetje... Oh, dit is dus onze... Of wordt onze nieuwe span, wordt nog wel hoger hoor. Maar zoals je ziet hebben we allemaal van die Efteling daken. Dus ja, niet gaan haten als je dadelijk... Ja, oké, laat maar. Maar ja, dus die hele Hobbitville, dat zit dus gewoon hieronder. Of hierachter. Maar hier hebben wij trouwens ook nog extra ruimte voor hertogen om chesten te plaatsen. Want hier ongeveer loopt de lijn van de... ja, het vierkant wat wel protected is. En dan hebben we nog superveel ruimte over. Dus dat is wel chill. Maar dit wordt dus de nieuwe span. Die hebben we op de bouwserver nog niet ingericht van hierboven. Hieronder wel natuurlijk, dat hebben we al gedaan. Maar wat we hier gaan doen, dat weten we nog niet. We gaan in ieder geval een altaar maken waarschijnlijk. Want we hebben een bloem gekregen van Chatage gisteren. Want er waren gisteren een paar spelers van ons bij het Zesvingerige Eiland. En die kregen daar een bloem en die gaan we als roleplayer gaan we die als heilig verklaren ofzo. Dus dan kunnen we hier een altaartje neerzetten mochten we dat willen. Ja, zoals je ziet hebben we hier dus ook heel dat dorp weggehaald. Want het was gewoon, ja, het was wel mooi, maar het was van YouTube. En het was veel te moeilijk om te bouwen, dus dat hebben we weer gewoon lekker weggehaald. Dit is nog steeds de uitgang naar buiten. Ja, het boerengedeelte is er nog wel gewoon. En niet denk ik dat we dat helemaal hebben weggehaald. Heb ik het trouwens al ooit laten zien in een video? Nou, zo niet. Dit is een boerengedeelte waar eigenlijk de boeren wonen. Daarboven is eigenlijk voor de rijkeren natuurlijk. Dat is niet dat de rijkeren daar echt wonen, maar dit is gewoon de storyline, oké? Maar dit is dus de story, of dit is dus het boerengedeelte. En dan willen we achter het boerengedeelte komt nog een muur. Dus daarachter. En daarachter komen eigenlijk de sloppenwijken. Daar komen ook wel gewoon normale huisjes. Dus niet dat het van die hutjes worden, maar gewoon normale huizen. Maar dat worden de sloppenwijken genoemd. Dus dan kun je daar ook nog wonen. Want deze huizen worden allemaal verkocht. Dus dan kun je ook nog allemaal gaan wonen. Ja, dit is gegriefd, dat weet ik. Ik weet niet wat er is gebeurd. Een of andere explosie. Dit pad daar, dat is onze handelsroute richting Telifia. Ja, wil jij dus met Telifia handelen, ik raad je aan dit pad te gebruiken. Het is nog niet helemaal af en het is nog niet helemaal klaar, want ik kan het je wel even laten zien. Hier, Mano begint weer hoor. Vuur. Maar, ja, dit pad gaat dus helemaal richting, hoe heet het? Ja, richting Telifia. En we weten nu niet of we aan de kust een brug gaan bouwen of gewoon met bootjes. Maar daar komen we wel achter. Een brug gaat volgens mij ook gewoon heel veel problemen... Ik denk dat die brug gewoon heel veel problemen gaat opleveren. Maar ja, hier dus. Dit is dus het probleem. Dit is fucking dik. Dat is gewoon kloten. En daar bijvoorbeeld zit het allemaal niet in de grond. Het is erboven, weet je wel. In de middeleeuwen had je ook niet van die paden die gewoon een meter hoger lagen. Want hier kan ik bijvoorbeeld niet op. Dus dat is nogal kloot, hè. Dus dat moeten we nog even aanpassen. Hier is bijvoorbeeld weer fucking dun. Dus dat moeten we even gaan aanpassen. In de storyline kan daar geen kar overheen, hoor. Dus dit vind ik wel weer vet gedaan. Ik weet niet meer door wie het is gedaan. Maar hier hebben ze een of andere verhoging gemaakt. Dus dat is wel super vet. Oké, dan gaan we weer terug. In ieder geval hebben we ook een nieuw idee voor storyline. Of roleplay of zo. Het maakt niet uit. We hebben bedacht, ja, het heet bloedlijnen. En die bloedlijnen, dat is eigenlijk dat elke hertog en koning... Oh, dat is trouwens wel belangrijk dat ik het zeg. Ik vergeet het alweer, ik was het net ook vergeten. Onze oud-hertog Alper, of oud-koning Alper, weet je wel, Thrasilus. Die is weg, heel raar, ik weet niet waarom, nog steeds niet, maar die was opeens weg, die was opeens gestopt. Toen is Jason, Crappy Bird, weer koning geworden. En dat net één dag voordat Crappy Bird, Jason, op vakantie ging, dus dat was nogal hectisch. We weten nog steeds, Alper ging weg omdat hij iets nieuws wou ofzo, maar dat weet ik al niet hoor, dat moet je hem zelf maar vragen.
Ik zal zijn Skype in de beschrijving zetten. Nee, grapje. Dat doe ik niet. Maar ja, dit is het boerengedeelte nog. Maar ja, die bloedlijnen dus. Oh ja, trouwens, Taui 2000 is een nieuwe hertog, mochten de mensen dat nog niet weten. En Ampharos, Dylan, is weg. Maar daar zit een verhaal achter, dat hoeven jullie niet te weten. Even kijken hoor, gaan we hier naar boven. Oké, maar elke hertog en koning in Ivar, die krijgen dus een eigen verhaal, een eigen familie hebben we het genoemd. Dus nou niet denken aan clans en aan gildes, want dat gebeurt niet. Maar elke familie die krijgt dus een eigen verhaal. En dan kun je daar dus in de Ivar roleplay, kun je daarmee gaan roleplay met elkaar. We hebben al 2 verhalen af, die kan ik er wel even bij pakken. Had ik nog openstaan van net hoor. Oh, wat? Ja, maar die heb ik dus nog openstaan, hierzo. Ik kan ze wel even oplezen. En ik was net heel slecht in lezen, dus ik hoop dat het nou beter gaat nadat ik ze een keer heb gelezen. Dit is de familie van Jason. Die heet Drildrin. En dat zijn, even kijken hoor. De bloedlijn van onze huidige koning Crappybird. Het zijn vredige mensen die problemen niet oplossen met het zwaard, maar met de mond. Ze hebben een zeer sterke band met de natuur van Ivar en zijn het liefst bevriend met elke inwoner die ze kennen. Elk lid van deze koninklijke bloedlijn heeft zijn eigen beschermer. Over deze beschermers is weinig informatie bekend. Een van de dingen die in de geschiedenisboeken staat, is dat de beschermer van de overgrootvader van Crappybird een wolf was. De intellectuele wolf is nooit gezien door andere families. Het schijnt dat hij alleen zichtbaar was voor zijn meester, Crappybird's overgrootvader. Over de beschermer van Crappybird zelf is weinig informatie te vinden. Er gaan geruchten dat het een grote azuurblauwe vogel is. Dat is nooit bevestigd. Toegang vanaf ridder 3. Dit wordt dus een hele kleine familie. We kijken nog of we dat nog met ridder 2 erbij kunnen doen. En misschien nog wel met ridder 1. Dat moeten we nog even aankijken. Maar het is nog steeds in progress, het idee. Dus het is natuurlijk nog niet echt zeker of we het gaan doen. Maar het idee is er. Ja, dat is dus de familie van Jason. En het grappige is over die azuurblauwe vogel dat Jason zelf gewoon al heel lang een vogel is in Minecraft. Ik moet hoesten, komt eraan. Zo, dat, pardon. Maar zijn skin is dus ook al heel lang een azuurblauwe vogel. Maar dan gaan we naar mijn familie / verhaal. Mijn familie heet Rovanon en is, even kijken hoor. De ruigste familie die hiervoor ooit gekend heeft. De voorvaderen van deze bijzonder sterke krijgers hebben al het werk moeten opknappen in de grote oorlog tegen het land van Malzahn, eeuwen geleden. Zij waren het die onze oude koning Pyrrhus versloegen en hem vervolgens verbanden naar de grootste vijand Malzahn. Die zijn nu met ons wapenstilstand. Dus als je nu denkt grootste vijand en dan aanvallen, dan heb je een probleem, want we hebben een wapenstilstand. Het gaat best wel goed nou, dus dat willen we zo houden. We kunnen met zekerheid zeggen dat deze ijzersterke mannen de zwaardkunsten van hun voorvader hebben overgenomen. En ook hun pijl en boog laat ze niet in de steek als hun prachtige hoofdstad... Huh? Oh, daar mist een punt. Als hun prachtige hoofdstad aangevallen wordt door deze stel dwazen. Sterker nog, ze veranderen in bloeddorstige beesten als een vreemdeling zich op hun land waagt. Als we diep in de oude geschriften duiken, vinden we al snel een verhaal van de voorvaderen van onze huidige hertog Weskenor 4. Ooit een pijl recht in het hart van een goblin schoot. Het was niet zomaar een schot, het was een schot van minstens 250 meter ver. Geen twijfel mogelijk dat hertog Weske beschikt over dezelfde precisie met zijn boog en zwaard als de overgrootvaderen. Toegang beste PvP'ers op uitnodiging. Ik ben redelijk goed met een boog, maar ik ben er natuurlijk niet perfect mee. Dus dat moet ik dus of misschien nog op gaan oefenen of zo. Ja, of gewoon met dat zwaard. Ja, ik kan een beetje PvP'en. Ik zeg niet dat ik er goed in ben en ook niet echt het beste of zo, maar ik kan het een beetje. Even kijken. Oh shit. Oh. Maar dan hebben we ook nog een andere familie. Maar daar is het verhaal nog niet over uitgekomen. Maar dat is, even kijken hoor. Vangilia, ja. Dat wordt die van Mano. En dat is dus de bouwers. Dus daar gaat het bouwteam bij. En ik krijg dan het PvP-team waarschijnlijk. En dingen. Jason heeft dan de. Eigenlijk gewoon de ridders. Maar dat is dus het idee achter. Ja, de bloedlijnen. En dit is eigenlijk alles wat ik op dit moment had kunnen vertellen over de Kingdom Ivar. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden om naar een update video te kijken. Ik vond het natuurlijk wel leuk om hem te maken.
Vond je deze video dan leuk? Geef de video dan even een blauw duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op Wesker Games? Abonneer dan even. En wil je nou nog meer weten over die bloedlijnen? Ik zal een up-to-date blijven. Natuurlijk ook op de hik. Ik laat de link achter in de beschrijving. Dus dan kun je ze even zelf nog een keer nalezen. Maar ja, ik wil jullie nogmaals bedanken voor het kijken naar deze video op Wesker Games. En dan check ik jullie heel graag later. Ciao.